Deze les gaat over hoofdstuk 15, paragraaf 3. En we gaan vandaag kijken hoe je trillingen kunt beschrijven. En dan gaat het met name om het maken van een UT-diagram. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Je kan het doen met een stopwatch. Je houdt steeds om de zoveel seconden bij hoe de stand is. Daar maak je een tabel van. En van die tabel maak je een grafiek. Dat kan alleen als de trilling erg langzaam gaat. Bij snellere trillingen zou je kunnen gebruik maken van een stroboscopische foto. Dat is een foto met een lange belichtingstijd, waarbij je om vaste tijden steeds een flits geeft, waardoor je verschillende standen van de trilling kunt zien. Een andere mogelijkheid is de zogenaamde zandslinger. Hier zie je daar een voorbeeld van. Een zandslinger, dat is een kleine trechter die gevuld is met zand, waar een klein gaatje onder zit. Het zand stroomt dus heel langzaam uit de trechter. En als je nou de plaat houdt die je hier ziet, met een constante snelheid onder de trechter langs haalt, dan ontstaat er een dergelijk trillingspatroon. En dat zie je hier nog eens keer weergegeven. En dit is dus nu een zogenaamde UT-diagram. Horizontaal de tijd en verticaal de uitwijking. En je ziet hier bij de top hebben we de maximale uitwijking en dat geeft dus ook precies de amplitude aan. En na één complete trilling hebben we precies één trillingstijd achter de rug, dus dat komt overeen met de grote T. Dan gaan we het hebben over een harmonische trilling. Hier zie je nog eens een keer diezelfde trilling van het vorige plaatje. Ook weer met die amplitudo en hier die amplitudo. Hiermee kan je ook gelijk vaststellen dat de afstand tussen de uiterste standen gelijk is aan 2 keer A. Oftewel 2 keer de amplitudo. Want de amplitudo is ook alleen maar tot aan de evenwichtstand bepaald. En de definitie van een harmonische trilling is de volgende. De grafiek in de UT-diagram van een harmonische trilling is die van een sinusfunctie, noemen we ook wel een sinusoïde. Dus zodra je een UT-diagram ziet waarvan je zo ziet van het is een sinusvormige grafiek, dan moet het een harmonische trilling zijn. We hebben het eerder gehad over de fase. Daar gaan we nog eens even naar kijken. We zien hier een UT-diagram en je ziet dat er een top is na 0,25 trilling. En hier zit nog een top na 1,25 trilling. Dat betekent dus dat hier de fase 0,25 is en hier de fase 1,25. Maar eigenlijk is alleen het decimale deel van de fase interessant, want vaak hoef ik alleen maar te weten hoe ver zit ik vanaf het nulpunt. Dat is hier een kwart trilling. En dat is hier natuurlijk ook een kwart trilling. En daarom definiëren we de gereduceerde fase als het decimale deel van de fase. Dus bijvoorbeeld 3,75 wordt gereduceerde fase 0,75. En dat geven we aan met een phi met zo'n R'tje of met een phi met zo'n sterretje. We gaan nu even kijken naar de trillingen in een stemvork. We gaan uit van de situatie dat beide armen in de evenwichtstand zijn en dat de rechter stemvork naar de rechterkant wil gaan bewegen en de linker stemvork naar links. Dan definiëren we de fase van de rechter stemvork als 0. En omdat de stemvork van de andere kant op dat moment precies de tegenovergestelde richting uit wil, zit er dus een halve golflengteverschil tussen, een halve trillingverschil tussen, en dus heeft die fase een half. In de tweede situatie zijn de beide armen in de uiterste stand. Dat betekent dat ten opzichte van de evenwichtstand zijn we een kwart fase opgeschoven, dus dan is het 0,75 en 0,25. Als we dan weer terug zijn in de evenwichtstand, dan zijn we dus precies een halve trilling verder, hè, van evenwichtstand naar evenwichtstand, en dan is deze phi is 1, fase is 1, bij deze fase is een half. En zo kunnen we nog eens een keer naar de volgende uiterste stand, en dan wordt deze fase 1,25 en deze 0,75. Dan zijn er twee bijzondere trillingen. De eerste is als twee trillingen in fase gaan. Denk bijvoorbeeld aan mensen op een trampoline die precies dezelfde sprongen maken. Of bij een bepaalde dans waarbij iedereen op dat moment precies dezelfde beweging maakt. Dan gaan die bewegingen in fase. En dat kun je zien als de gereduceerde fase overal steeds gelijk is. Er is ook een situatie denkbaar waarbij juist de beweging tegengesteld is aan elkaar. En dan is er sprake van twee bewegingen die in tegenfase zijn.
En dat is de situatie als het verschil van de gereduceerde fase precies een half is. En dat zie je bij de stemvorm gebeuren, want hier is het een half min 0 is een half, 0,75 min 0,25 ook een half, en dit verschil is een half, en dit verschil is een half. Wat hebben we nou gezien? Een aantal begrippen. Laten we ze nog even noemen. De UT-diagram, waarmee je de beweging van de trilling goed kunt weergeven. De harmonische trilling, de situatie waarin de UT-diagram een sinusvormige grafiek geeft. En dat noemen we ook wel een sinusoïde. De gereduceerde fase, waarbij we alleen maar naar het decimale gedeelte, het gedeelte achter de komma van de fase, bekijken. In fase, als de gereduceerde fase overal steeds hetzelfde is. En in tegenfase, als er continu een verschil is van een half tussen de gereduceerde fases van beide trillingen. Zorg dat je deze begrip goed begrijpt. In de les gaan we er verder mee oefenen. Veel succes met de voorbereiding op deze les.